Een hond heeft een ontzettend goed ontwikkeld reukvermogen. Dat is zijn belangrijkste zintuig. En de neus, maar ook de hersenen zijn daar helemaal op ingesteld. En volgens wetenschappers kan een beetje hond een miljoen keer beter ruiken dan de mens. Bovendien ruikt hij stereo, dus links en rechts apart. Dus hij weet waar de geur vandaan komt. En dat maakt een hond zo geschikt voor zoekacties. En daar is ook internationaal heel veel vraag naar. Zoek, zoek. Een gewone hond kan dat niet. Een speurhond moet wel eerst intensief worden getraind. En dat doen ze hier in Geffen bij Four Winds K9. Ja, Engelstalig, want die honden worden overal ter wereld ingezet. Voor het opsporen van explosieven, narcotica, maar ook voor het redden van slachtoffers bij rampen. We gaan eens even een kijkje nemen. Tony Boeien, eigenaar. Eerst even over de naam, Four Winds, Vier Winden, dat snap ik. Maar dat K9, of K9 moet ik zeggen. K9. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk hond. Niks meer, dus eigenlijk hondenbrigade. Jullie trainen hondenbrigades. K9 Training Center, ja. Oké. En hoe wordt zo'n hond nou een speurhond? Ja, door te trainen, dat snap ik. Maar hoe doe je dat dan? De selectieprocedure is heel erg streng. Niet elke hond is dus geschikt. Op lange na niet. Met een Pekinese kom je volgens mij niet ver. Nee, dat zullen we niet doen. Maar voornamelijk dus de herdershonden, de Duitse herder, de Mechelse herder, de Hollandse herder. Alle kruisingen van deze drie soorten. Binnen 2 weken zien we waar dat de hond voor dus geschikt is. Narcotica of explosieve opsporing. Want daar zit een groot verschil tussen. Daar zit verschil tussen. De top of de top, die gaat naar de explosieve honden. Ze worden daar getraind om drugs te ruiken, om explosieven te ruiken. Hoe doe je dat dan? Hebben jullie hier explosieven in huis? Wij hebben een originele vergunning en we hebben explosieven in huis, ja. Dan hebben jullie zo'n hond getraind en dan gaat hij waar naartoe allemaal? Ze gaan voornamelijk naar het Midden-Oosten en naar Afrika. We zijn dus naar de antiterreurgroepen, militaire politie, douane. Als ik als particulier bel en zeg van, goh, heb je voor mij ook een leuke hond? Nee. Dan word ik meteen weggestuurd. Nee. Zo'n hond gaat dan naar ver weg, maar die luistert alleen maar naar jou, want dat heeft hij geleerd. Nee hoor, de hond heeft zoveel drift, die wil alleen maar één ding doen. Werken, werken, werken. Okay. Alleen, we moeten u nog trainen. Jullie trainen dus ook trainers? Ja. Geleiders. Geleiders heet dat. En hoeveel van die honden sturen jullie nou jaarlijks uit? 100 of een beetje de bal. Zo. Totaal getraind. En dat is eigenlijk business die is gaan groeien door de terreuraanslagen, neem ik aan. Sinds dat de terreur enorm groot was, 9-11? Ja, dus bijvoorbeeld is het heel erg gestegen. Okay. Wereldwijd. Wereldwijd. Dit is Lucie, die is pas net in training. Koen die legt iets zogenaamd in een van de kastjes. Die is afgeleid. En dan, ja, zoek maar. Zoek. Kijk, ze snapt het al heel aardig. Moet jij even nog eens in de middel? Ja. Goed zo. En dan moet ze beloond worden met zo'n klik. Oh. Ja. Nou. Zo. Nou, volgens mij, als ik het een jaartje doe, dan kak ik het ook een beetje.